Nummer 3 is Herbert Watson! Hallo? Ja. Nee, ik mag geen grappen. Vrouwen zijn... Je moet zakelijk zijn met vrouwen. Goh, stop. Dan moet je stoppen. Als je... Nee, serieus. Als je vrouwen te veel ruimte geeft, ga je zien wat voor problemen je gaat krijgen. Maar... Oké, ik zoek hier. Vrouw, maar luister. Vrouwen moeten er wel zijn. Zonder de vrouwen zijn we nergens. Zo. Zonder vrouwen en muziek. Snap je? Muziek. Nee, muziek is echt. Muziek. Ergens daar begint het leven mee. Er is nu een hit op de radio. Ik weet niet voor jullie. Maar onderweg naar hier hoorde ik het nog. Me go buy one parfum. Ken je het? Wel, luister. Tegenwoordig moet je voorzichtig zijn met de muziek. Je kan mensen... Nee, serieus. Je kan mensen of beledigen of kwetsen. Nee! Lach nog niet. Nou, die grappen zijn nog niet. Nee, serieus. Je kan mensen niet kwetsen, beledigen en je kan ze irriteren. Luister, ik ga een situatie schetsen. Ik kom bij de dokter. Ik zit. Mijn favoriete lied is op mijn telefoon. Me go buy one parfum. Snap je? Dus dat iemand belt me op en ik zit daar in die zaal. En mijn telefoon, ik voor het eerst vibreren. Ik dacht van, hey, mijn is maar ja, weet je. En het begint in mijn zak. Me go buy one parfum. Check het dame naar. Meneer, kunt u het zachter zetten? Ik zeg, maar, mevrouw. Maar er is niks met dat lied aan de hand. Wat? Kijk mijn nek. Die man van mij heeft een nieuwe parfum gekocht. Dan heb ik een ex. Ik heb vijf minuten. Ik heb de ruimte nodig om mijn ding te doen. Luister maar. Over de muziek gesproken. Ik zie in de zaal een paar... Ik ga niet... Dat moet goed zeggen hoor. Dat mensen zich niet beledigd voelen. Je moet voorzichtig zijn toch. Ik zie een paar mensen die iets ouder zijn dan ons. Ja. Maar ik stel het op prijs. Ik stel het zeer op prijs. Weet je waarom? We hebben Max Nijman. De koning van soulmuziek. Van Suriname, dat weten jullie toch? Ja. Wie kent Max Nijman niet? Jullie kennen allemaal Max Nijman. Daar ga ik je wat vertellen. Sommige dingen die je hoort in pokoes, die waren in de studio niet eens daar. In een show is het ontstaan. En dat ga ik je vertellen. Ik zit in Nis. En het is een Max Nijman show. Hij kwam uit Holland na 40 jaar of zo. Dus je moet begrijpen, al die dames die gek waren op hem in de jaren 40, waren ook in Nis. Dus ik zit... Maar intussen zijn ze 80 geworden en 70. Nee, serieus. Luister maar, ze zijn 80 geworden en ik zit in een hoek. Ik zit op de tribune en kijk. Zat hij op de eerste rij, gemiddelde leeftijd 89. Zo. Max was aan het zingen. En tijdens die show zag ik een soort van groepie. Je weet wat een groepie is, toch? Ja, die meisjes die achter het podium gaan wachten op de artiest om weg te gaan. En zo, ze zaten voor in oude groepies. Dus ik keek, ik dacht van dit gaat niet mooi worden hier. Dus Max zag, hij was bezig met volgens mij, hij was bezig met ijzeranang of zo. En ik zag een van die oude vrouwen de broek uittrekken. Want het is een groepie, steun toch? De broek uittrekken en op het podium gooien. Maar niemand had het gezien. Het is donker toch? De belichting was wel... Sst, je moet er niet zo druk zijn. Niemand had het gezien, serieus. Ik zit daar, ik denk van, mijn god, oké, niemand heeft het gezien. Maar hij kwam nou bij het lied. Waarschijnlijk was het die groepie haar nummer 1 lied. Dat lied was haar persoonlijk lied geworden, snap je? Dus weekend mooi missie. Dat lied mooi missie. Je gaat even voor je zingen zodat je idee hebt. Max heeft in dat lied een kreet. Hij heeft een kreet in het lied en dan ga je wenken wanneer het komt. Hè? Hij zingt dat lied zo. Look hoe fijn mooi zo te. Look hoe fijn mooi zo te. Poro Siri. Snap je? Wacht, ik heb maar een minuut nog hoor. Wacht. Dus dat lied komt nu. En Max komt, de koning van dingen. Daar is er iets voor hem gedragen. Zoals, hoe die meneer? Als James Brown, dankjewel. Dan komt hij zo op het podium, check hem. Luku fai mooi sote. Groepje nummer 1 hier. Luku, zonder broek. Luku fai mooi sote. Check dan nog.